Solidariteit zo belangrijk, we moeten daar actie voor ondernemen. <laughs> Het is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Wat ik, ik moet wel toegeven dat de sociale cohesie soms onder de mensen. Laag voelt. Op of... de ene plaats meer dan op uh, de andere, denk voilà, ik. Voilà. Mm -hmm. Dat lijkt me heel realistisch. Maar ik denk, hey, als je het dan doordrukt naar het politiek spectrum, dan zie je dat er wel wat beweging mm -hmm. is. En ik denk uiteindelijk, het feit dat je toch wel een verplaatsing, een verschuiving ziet naar wat meer extreme kanten, of, of wat duidelijkere standpunten, en mm -hmm. dat is eigenlijk een, mooi, een eufemisme om het zo te zeggen, um, zegt ook wel iets. En dan denk ik van, ja, is het dan omdat mensen. Te weinig sociaal weefsel hebben en te hard in hun eigen hokje leven van ja, dit is eh, hoe dat, ja, mijn, mijn samenleving waar ik onderdeel van ben gerund moet worden. Of is dat omdat er um, een te weinig middenperspectief is, waar het is van hmm. ah ja, we willen terug naar het midden brengen door eigenlijk voor een, een, een extremer te kiezen. Snap je wat ik bedoel? Wat is, wat is ja, de oorzaak? Ik denk eigenlijk vaak dat de oorzaak gewoon is dat veel mensen gefrustreerd zijn omdat er net, zoals ik daarnet zei, te weinig voor hen in zit. Mm -hmm. en, um, en dat zij dan kijken naar andere manieren om daar dan uh, aan tegemoet te komen, dat is vaak geen oplossing natuurlijk, maar ik denk wel dat dat toch ook dat duidelijk maken is. Dat er voor hen te weinig terugkomt, dat zij te weinig hebben aan de manier waarop dat we nu georganiseerd zijn. En dat zij het gevoel hebben dat er eigenlijk niemand is die hen nog vertegenwoordigt. En het is natuurlijk ook moeilijker om... Um, om begrip te hebben, bijvoorbeeld als je zelf heel veel miserie hebt, je, je, je energiefactuur niet betaald krijgt. en je ziet dan dat een groep mensen ondersteund worden. Dat is een discussie die we nu mm -hmm. denk ik ook gaan krijgen: het sociaal tarief. Heel veel mensen zijn daar heel goed door beschermd, mm -hmm. gelukkig. Maar je gaat ook wel een groep krijgen die denkt: van ja, maar en, en wij dan? Mm -hmm. Dus die solidariteit komt dan zo wel een beetje onder spanning te staan. op het moment mm -hmm. dat mensen daar zelf heel hard door geïmpacteerd ja. worden. En dat is voor mij wat de verklaring waardoor, um, of waarvoor dat veel mensen naar extremen beginnen te kijken. Als, als soort signaal van, ja, wat er nu al de voorbije jaren is gebeurd, heeft voor mij niet gewerkt en ik verwacht ja. wel echt meer. En ja. daar geloof ik zelf wel nog in, dat we vanuit de politiek echt wel ervoor kunnen zorgen dat mensen ja, er weer op vooruit gaan en dat ze ja. meer krijgen. En dat dat ook een antwoord biedt op de extremen die we nu vandaag zien. Ja. maar ik zie toch een beetje ook een gevaar. We leven nu jaar op jaar meer en meer... In een comfortzone. Die zijn een wel waar het ja, staat. Ja, voilà. ja. Uh, en hoe meer dat je dan eigenlijk. Dat is niet het ideale woord, maar de bepampering gaat doen, hè, van oei, de energiefactuur wordt niet betaald, we zullen bijspringen, of dit of dat. In plaats van andere dingen te faciliteren, wat dat bijvoorbeeld heel goed is. De flexijob, en je kunt uh, minder belast gaan bijverdienen. Om die dingen wat meer uh, te faciliteren, zodat het individu iets sterker wordt. Waardoor dat de groep van mensen die echt in nood zitten en die het echt nodig hebben. Zo klein mogelijk ja, blijft. Want anders wordt die groter en groter en groter. Want dan hebben we misschien uh, de mensen die in een goede comfortzone zitten. die normaal alles kunnen betalen door hun gewone job. En dan nu ineens de energiecrisis: komen die ineens een groot ja. pak van, van niet in nood, wel bij nood. Als dat dan iets meer gefaciliteerd wordt om daarop voorbereid te zijn. als er dan een crisis komt. Ja. dat die uh, terugval in ineens niet zo groot is. Dus daar is het toch ook een Want beetje. Maar daar ben ik bevaren. het helemaal mee ja. eens. Ik denk dat dat elkaar niet tegenspreekt. Mm -hmm. De beste bescherming voor iedereen is werken. Ja. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. Zoveel mogelijk mensen moeten werken. Ja. gewoon omdat dat de beste. Manier is om, mm -hmm. om, ja, om wel rond te komen. Ja. Op dit moment niet. Hè. Op dit moment zijn er heel ja. veel ja, zelfs twee verdieners die in de problemen komen. Ja. Maar in het verleden en hopelijk ook binnenkort wel weer is dat de beste bescherming. En um, dat is werken, maar anderzijds ook onderwijs, want ook daar denk ik dat ja, er super veel mogelijkheden zijn. Als uh, als jongeren al, al meteen van in het onderwijs alle kansen krijgen, mm -hmm. uh, goede kwaliteit van onderwijs krijgen, uh, Nederlands kunnen leren waar dat uh, nog niet het geval zou zijn, mm -hmm. ja, dan geeft dat dat ook gewoon meer kansen op een job en uh, ja. op die arbeidsmarkt. En is dat gewoon uh, een betere bescherming. En het is ook gewoon een feit. Ja, ook voor de overheidskas is dat uiteraard beter. Mm -hmm. Het zijn mensen die werken die natuurlijk uh, mm -hmm. het meest bijdragen aan die sociale zekerheid, ja. die dan de rest moet gaan ondersteunen. Ja. Dus ja, absoluut. Maar ik denk dat dat op zich elkaar niet tegenspreekt. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar wat ik wil zeggen, en dat is misschien een klein beetje cru, um, al zien van hoe meer dat je dan nu eigenlijk gaat helpen, hoe meer dat je dan ook de mensen gaat een beeld vormen, oké, okay, als er een crisis is, dan kan ik daarop terugvullen en is de motivatie misschien niet zo groot om dat zelf vast te pakken. Waardoor als je de mensen misschien, en dat is niet oké okay, wat ik nu zeg, maar iets wat choqueert: oké, okay, het is crisis, je moet er even zelf door, gaan die ook sterker worden? Allee, dat is nu heel krug, zeg ik. Nee, ja. Maar uh, als je daar een beetje een afgeleide van kunt vinden, dan is dat misschien een betere manier. Nu ik zeg, deze is natuurlijk, het is daar, hup, dus je moet er mee omgaan. De tijd is ook niet lang dat je hebt, maar back-end-wise moeten we dat toch. Denk ik ook, mee pakken van oké okay, als de volgende ja. crisis. Hoeveel, hoe kunnen hoeveel dat mee, acute nog meer problemen moeten we eigenlijk eh, oplossen voordat we het oorzakelijk moeten ja, aanpakken? Nee, exact, nee ja, ik ja. snap je punt. en allee, Ik denk daar, je moet mensen altijd motiveren om inderdaad zelf um, voldoende middelen te hebben om een probleem te kunnen mm. oplossen. En daarom is het belangrijk als we bijvoorbeeld kijken naar het verschil tussen wie werkt en wie niet werkt. Mm -hmm. Voor heel veel mensen is dat verschil te klein. Ja. Financieel, ja, de, ja exact. Financieel, ja. Rest, de mensen aan de laag zo, loon, ja. Ja, die verdienen te weinig. Die lonen gaan nu omhoog, maar dat verschil moet gewoon groter. Ja. En ik denk dat dat soort dingen zijn die je moet Absoluut. doen. Maar op Absoluut. het moment van een crisis, ja, dan, dan staan wij er in elk geval wel voor dat wij iedereen gaan helpen mm -hmm. die het nodig heeft. Mm -hmm.